Hier in de studio is Oosco, Tsiib Kooster, hij is directeur van ARES Boetenpost. En zijn vrouw Ellen Kooster is er echt mee. Want ja, ze zijn allebei toch wel een beetje nieuwsgerig, Oer de skiers denk ik. En ze haalt in de oren naar de Friese Bevrijdingsdag, dat is 15 april, een heel mooi project op Squallen. Want dat project, dat doorgezet maar het thema World En het gaat erom dat zij op Squallen alle leerlingen van het VMBO en studenten van het MBO. Een heel bijzondere theaterverstelling, oer de twaalf Roosje in heeft De voorstelling had eigenlijk wat te meisje in mijn boeken past. Maar uh, ja, zie je, ben je kosten. Zie je, ben je. Wat voor soort project praten we nou? Nou, als het oer uh, wargeskipt is, en uh, daar had het mij te creëren En je uh, daar is dat in onze samenleving belangrijk, maar vooral heb op squal. Squallen is dat een thema. Dat wordt eigenlijk, ik Vregen besteedt nog nou de ondacht. Maar wie vindt als Squallen dat het sowieso heel goed buurzonder zonder is? Alle jongeren, leerlingen, studenten die buurzonder visie eigenlijk van 90% bloeien in het dorp waar ze opgroeien en waar ze eigenlijk wijnen en werken willen. En dat betuurt eigenlijk, zoals wie weer leidt op voor de cultuur van de toekomst. En daar maak je dus ondacht aan, om thema's met bargeschepen zoals vrijheid, Inclusiviteit, diversiteit en uh, ja, dat past eigenlijk heel goed bij dit thema. Het thema waar we het over Ja, maar wat, wat voor thema is het? Je baddenskip, maar het had nog ja, meer. Het, he? het, het had te creëren eigenlijk het, het centrum bij het over een familie die opgegroeid is in Boetenpost. En of eigenlijk generaties lang in Boetenpost had, de familie Bakker. En daar is ik een, een boek hoe Het boek uh, maar had dan eigenlijk de titel. Uh, maar is wel bang zijn, maar net laf, hè. En dat gaat over een naasten van die familie, een tegetal jongens, die in de tweede wereldoorlog Oorlog in het verzet kwam. En de voorstelling speelt eigenlijk oer de jongens. En de voorstelling heet Moed. En het boek werd het direct ontkoppelen. En moed had mij verschillende dingen eigenlijk te krijgen. Het had te krijgen natuurlijk. Maar hoe gist het om in de situatie dat vrijheid net alleen meer vanzelfsprekend is, maar juist totaal ontbreekt. En wat doost er dan mij? Wat ze dan in die situatie? Wie, hoe handelt dan hij? Ja. En maar het geeft ook hoe, als die dan oorsbest, als de oost, als de noorgaartie taast, als het homofiel best, hoe pakt dat dan op? En in het onderwijs wat wij aan willen, vinden we dat ongelooflijk wichtig dat er ondertoon aan wordt. En dat proberen we eigenlijk op verschillende manieren. We hebben voor de zware klas we altijd een groot project, doen de twaalfde wereldoorlog. Arend de Vrijd hebben we een herdenking bij het monument in onze klas. Dus het is iets wat we op squalen, op Eresboerden past, een prettige honderd En zijn voorstelling, dat we dan tropeer in dingen, dat past ongelooflijk goed bij de manier hoe we het onderwijs brengen. Ja, Johan, tropeer in de 20 het? dan ben je het. een zijn echt jonge hè, die dat verhaal vertellen. Had dat eigenlijk invloed op die band bijvoorbeeld? Yeah, ja, yeah, wees, want als dat dingen wordt. He, als ja, je studenten student, BO's Joost, ja, daar ben ik gewoon van 16 binnen, ben ik gewoon van begin 20 binnen. Dat eigenlijk als leeftijdsgenoten, dat speel je. He, die regisseur die dat doet, uh, komt het kalme zwaar, oetsen, heeft er nergens mee. 22 jaar. jong vent. En die spelen, dat is eigenlijk van uh, vanuit de gedachte, als in die fase in die leeftijd bist. Doe, doe bepaalde stappen. komt niet alleen Ruud voor dingen dit, maar eerst nog een stap verder. Doe. 16 levens in de voor iets wat zo belangrijk is. Ja. Ja, en dat is iets wat, wat we graag en nu die jongeren mij ja wat speelt er dan? Wat gebeurt er met die? En hoe je het op? Ja. En, 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 en hoe komen jullie nou gewoon hier om dit? Wat, nou, het maakt Ja. Het maakt ergens wij komen. Ja, wel ik, ik, ik ben wel een man op missie. In die zin. Ik vind uh, dat het, het thema uh, wat je met de kreien had, Hoe het waren de oorlog en hoe er de geschiedenis, dat past bij mij, maar het past echt bij ons onderwijs. En ja, je moet dat het is. Ik wil oors vertellen hoe leren leven. En wie vinden dat uh, op school, net alleen het leren, de inhoud, het, het, het rekenen in de taal. En ons Griëne onderwijs, hartstikke goed, maat dat gebeuren. Maar ook het onderdeel, hoe gist mij elk om? En ik neem het altijd maar. Zo, als je dan wist waar de wijkomst, als je weet wat je geschiedenis lijst, het wist wat in uh, oorsprong eigenlijk van Denken, hoe is dan opgegroeid best, in welke omgeving dat dan is, dan kun je later echt goed bepalen wat kan ik daar budgetten, wat voor rol kan ik daarin spelen. En dat maakt van Preuton ondacht, ja. En dat past heel goed bij zijn voorstel. Ja, want het is eigenlijk, ja, eh, boeken past, voorstellen speelt al, ja, eigenlijk dat hele verhaal boeken past. Ja. En dat wil je dus eigenlijk de jeugdmijnen van, denk, dit is al je bad hier. Ja, dat is op, op dit plak. Dat dan. Het maakt vooral de lokale of eigenlijk de regionale verbindenis. Want hoe kijkt het hoe grote thema's en over, over het, het gedeelte hoe vrijheid en over democratie en, en alles wat daarmee met te krijgen had. Maar als net de verbinding maken. En wat gebeurt er nou om je heen, wat gebeurt er in uw dorp, in uw regio, ja, dan had het voor uw leerling volle minder budget. Maar op het moment dat het iets wordt, wat direct met hun te meidje heeft. Wat eigenlijk rond te leiden is. Hè? Er ben die post, de Bendy fietsenbuurster boet hoe de vastreden. Gr de grote boet een Dan geest Riochse en dan geest, en dan geest uh, de Kuperswij in. Die hoeken hieten de bakkershoeken. Dat is net voor niks. Nee. Want de familie Bakker had er in, de, in die omjouwing. Had er uh, het Jeltige vroeger gekocht. Dat is dit had gekocht. Die binnen de Die ben, ben Lies Wat eigenlijk ook goed past bij deze regio. Handelen in garen en knopen. Ja, en ja. letter, een groot modebedrijf, mijn filiaal in Liège en in Reims, en, en zo gaan ze zelfs wel eigenlijk uh, om, omheen gewerkt. En dat is ook iets wat mij aan dat, aan dat word werkman, ja, dat wordt de werkmanja voor zo. net al in, achterom een schurk naar de takkomst, wat een de kijkt maar ja, 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 en, 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 want je zit net en, al in leren, maar echt leren leven. Ja. En het handelen en wat we mooi vinden, doe Kerst het uh, zelf vertellen. En toen kerst als, als mijwerker van de squal, als leraar, of wat dan ook, kerst dat verhaal vertellen in de klas. Nou ja, mijn, mijn, mijn vrouw, wat vroeger rek niet onder je zit, en zit het eigenlijk nog steeds. En het verhaal ja. vertellen is wel mooi. En dan zitten ze binnen en knikken ze wat. Denk ja, chill al je wel Je vrouw Ja, dus dat komt wel voor goed. Ja. Maar op het moment dat dus een oor dat komt, en die speelt een verhaal, ja, dan komt het wel los binnen. En we hebben met Pierre-Jen twente naar net de voorstelling De emigrant West. En dan geeft het dus ook dat thema. Ja, dat is iets wat je hoort naar de natuurlijk een, een prutte op ophef eigenlijk niet aan En daar wil meestal ik graag wel iets van vinden, Dat kan ik polariseerd eigenlijk, gebracht worden. Maar op het moment dat je dan zo'n voorstelling eigenlijk uh, sjocht, en dat houden we met je MBO-studenten die in. En daarna, als het gesprek met hun, als werken van de squallen ja, dan, dan ging je in dialoog. Dan ja. kun je nuanceerd ergens het gesprek worden. en Dan komt het volle bij binnen. Dus dat is wel heel weg dat Squall op die manier ze dat oppakken. Ja, maar het is dan natuurlijk een heel, 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 ja, heel mooi interview over gehad. Uh, we zit een beetje onder de tierboel natuurlijk? Ja, <laughs> <laughs> ja helaas. Maar uh, stel voor, een nou, vraag hier. Stel voor, ze spelen het jou in squallen. Ja. Uh, de toch ben die denkt van, oeh, dit kunnen wel eens, wel eens een beetje op mislaan. slaan. Is er ja. hulp voor hen? Ja. ja. Dat is een hey. beetje. He? Dus je we als Squall een, een goede ondersteuningsstructuur, vertrouwenspersoon. En dat is echt wel iets, hè? Maar wie had in wat groepen gesplitst. Dus je komt een fjouwe keer bij ons op squallen. We dat ik een leeftijdsgroepen. En uh, dat is echt wel een verhaal wat wel, wel heftig werd. Die jongens ja. worden gewoon om het leven gebracht. Ja. En wat toch dat er mijn moment is te hoe ik geaard hield en hoe die vrijheid haast. Dus daar, daar is zeker de aandacht voor. Dus dat is goed om te denken. Het is een heel mooi initiatief wat je door En uh, ik denk had uh, eigenlijk mij nee, alles kwalmat. Ja, Soksa, maar uh, op alles kwam een plakje aan. En ik denk dat uh, uh, dat werkt er de te verwijzen, en om dat op te pakken. Nou, tien dank, ga je erin wijzen, Joen. Ik ga je er even op praten, gewoon. helaas, Job ben net volgend door kwam. Ja, maar oké. Oké, okay. oh, ja. okay. en dan, uh, <laughs> nou, succes <laughs> met alles. Dank u wel. Ja.